Ja, straks voor hem dus terug Milko Bloemenraad met de Bulls tegen de Pistons en de Pistons. Als basketbal zeer de moeite waard is. De afgelopen tijd, de afgelopen 20 jaar, heel veel leuke wedstrijden voortgebracht heeft. En hoewel je nu ziet dat er steeds ook in de pers redelijk weinig aandacht voor is, vond ik het nu leuk om het juist wel een keer... Nou, we zenden veel uit hoor. Ja, nou ja, nu de play-offs toevallig. Ja. En op zondagmiddag wel eens. Ja, dan nou. Zijn de meeste mensen, net als de mensen achter mij, allemaal aan het sporten. Die kunnen dat zelf niet zien dan natuurlijk. Mm-hmm. Maar het wordt uitgezonden. Dus de liefhebbers kunnen in ieder geval kijken. Okay. Je zegt de laatste 20 jaar. Natuurlijk heeft het Nederlandse basketbal een dip gekend. Ja. Het gaat nu weer ietsje beter. Internationaal alleen zijn we de aansluiting volkomen kwijt. Hè? Ja, als ik het goed begrepen heb, zitten ze in de C of in de D-pool. C-pool. Ja. Ze moeten binnenkort een kwalificatietoernooi in Ierland spelen. Ja. Daar schijnen ze ook de basketbal, heb ik gehoord. Ja. Ik geloof dat ze nu met niveau Ierland en Noorwegen en zo. Ja, het is heel erg. Nou, in de tijd dat dit moment zich afspeelde, was het een veel betere tijd. We gaan terug naar het seizoen 78-79 en ik vergeet de wedstrijden ook nooit meer. Het was de dubbele confrontatie in de halve finale Europa Cup. Het was de confrontatie tussen Synodin Bologna en EBBC Den Bosch. Uit was er met 12 punten verschil verloren. En excuses voor de slechte kwaliteit, want die banden zijn er gewoon niet meer. En toevallig had Kees nog een oud VHS'je thuis en dat kunnen we nu laten zien. Komt jou. En nu is het 13 punten verschil. En hier gaat Kirkland, dat wordt een dunk. Ja! Den Bosch in de finale van de Europa Cup via deze bal. En dan wordt het spel nog een keer doodgelegd. Daar gaan we. 10 seconden nog. Ze hebben de klok laten terugzetten. 105-90. Pilalta. Mag door iedereen heen lopen, uiteraard. Het is nu 105 tegen 92. Pilalta scoort. En dan is het afgelopen. En is EBBC Den Bosch finalist Europa Cup 2 op basketbalgebied. Ja. Inderdaad, niet zulke geweldige beelden, maar de herinnering is nog heel levendig bij u. Welke speler was het idool van u? Kees Akerboom was de sterspeler van het Nederlands basketbal. Een geweldige speler. En ik denk dat er geen Nederlandse speler van dat niveau geweest is. Met excuses aan Rick Smits misschien. Maar. Ja, hij zal het erg leuk vinden. Hier is Kees Akerboom. Dag meneer Akerboom. Kees, dit soort beelden, ja, die hebben we eigenlijk. Ze zijn nooit bewaard gebleven. Jij stond er ook weer even naar te kijken. Nou, ik heb een betere kwaliteit thuis. Echt waar? Trouwens. Met ook nog een jonge Mart Smeets erop die dan met dat heel veel haar en ook nog donker. Niet geen grapjes over. Het is inderdaad erg lang geleden. Kees, het waren twee ongelofelijke wedstrijden. Uit 12 punten verschil verloren. En toen thuis na verlenging winnen, was het? Twee verlengingen. Ik ben zelf in de eerste verlenging had ik 5 fouten, dus dat mocht ik niet meer meemaken. Ik weet dat ik de tweede helft heel goed gespeeld heb. En ja, die eerste wedstrijd uit, het was het beroemde jaar dat we Tom Boot als coach hadden. En die kon de uitwedstrijden niet mee, dus hadden we uit een andere coach. Zat die, gaf hij les op school of zo? Die gaf les op school, ja. Voordat hij met zijn schoolcarrière stopte. Ja, het was met de rector in Schoorl, geloof ik, waar hij het constant. Nou, we stonden aan het punt, echt 18 achter en de laatste minuut hebben we toevallig 3 keer gescoord. Het is 12 punten geworden en wij geloofden er eigenlijk niet in, omdat je, ja, dat was Italië, Nederland, er was zo een enorm verschil. Ja, en die wedstrijd, ja, het blijft uniek en ik ben blij dat ik als vertegenwoordiger van dat geheel hier mag zitten, want het was uiteraard een enorme teamprestatie. Ja, prachtig team, noem nog eens wat namen. Ja, we hebben het er net over gehad. Dus als je dus iemand uit die wedstrijd had willen hebben, was je bij Theo Kropman geëindigd. Dat is de enige die nog in Nederland is. Jan Dekker zat erbij, die zit in Amerika. De rest was allemaal Nederlands. Danny Kramer, El Faber, twee Amerikanen, Kirkland en James Lister. Ja. Dat was ook de tijd dat ze in de Groenehal in Leiden, Leiden tegen Den Bosch speelde voor 10.000 toeschouwers? Ja, ook. Ja, de Groenhoord inderdaad. Dat was een paar weken na deze wedstrijd. Dat was het eerste jaar dat wij dan in Den Bosch, mijn vierde of vijfde jaar al in Den Bosch. Ik vond dat we elk jaar kampioen hadden moeten worden, maar het was elk jaar iets anders. En juist dat jaar, met die Europa Cup finale, lukt het ook voor het eerst in Den Bosch om kampioen te worden. Ja, want die finale uiteindelijk verlies je. In een teleurstellende finale was toen in Porec of Pula, twee namen heeft op plaats. Tegen Gabetti Cantu, als ik me niet vergis. Dit was een fantastisch treffen, want die Italianen, daar speelden ook een paar hele grote namen in. Dat was een goed Italiaans team. Hoe heet het? Crazy Mirkosic zat er geloof ik bij. En dat is een enorme Joegoslaaf. Die heeft ook 4 jaar op Brigham Young gezeten in Amerika. Hij heeft ook nog 1 jaar prof gespeeld. Ja. Speelde Owen Wells er toen in dat jaar? Ja. Speelde Die kwam van Kinzo, is inmiddels overleden. Ik weet niet of jullie dat weten. Oh, ja.
Maar die wedstrijd, die finale, dat was gewoon drie keer niks. Dat absolute deceptie. Dit was de fantastische periode. Hè. We hebben dat heel nadrukkelijk meegemaakt. Jij was een van de sterspelers, de Nederlandse Amerikanen die er waren. Nederland eindigde zelfs een keer vierde op het Europees kampioenschap en had aansluiting. Daarna is het in een dip en echt in een vrije val gegaan. En internationaal gezien hebben we het erover. Stellen we nog steeds niks voor. Hoe komt dat nou toch? Ja, toen ik begon stelden we internationaal ook niks voor. En toen hadden we toevallig een paar talenten, waaronder ik. Maar ja, toen kwam ineens een hele grote groep Nederlandse Amerikanen. Dus dat was ook niet eigenlijk eigen opleiding. Dus toen kwamen gewoon Theo Kinsbergen, die had ergens iemand die paspoorten kon regelen. Hij wordt alsnog achtervolgd. Nee, dat zal al verjaard zijn. Maar die wisten weg en een hele hoop jongens hadden ineens goede basketballers. Met de echt Nederlandse namen. Dus. Maar het is gewoon sindsdien erg veel minder geworden, want die zeepel, dat doet u pijn. Maar dat moet jou ook verschrikkelijk veel pijn doen. Ja, nou, wij stonden toen gelijk met landen als Turkije, Griekenland, Frankrijk waren we ongeveer gelijk, Duitsland. Nou, en nou dat Griekenland, Frankrijk is allemaal gebaseerd. Ja, maar toen wij, Frankrijk was al groot, maar Duitsland, Griekenland en zo waren ook zaaltjes van 1000 mensen, 500 mensen zoals die hier was. En dat is gigantisch gestegen. En wij zijn niet zo blijven staan, laat ik het zo zeggen. En de pech is natuurlijk dat twee landen, Rusland en Joegoslavië, waren toplanden. Ja, nou is Servië een topland, Kroatië is een topland, Letland is een topland, Estland is een topland, Turkije, Wit-Rusland. Dus er zijn ook wel wat concurrenten bijgekomen. Maar nogmaals, de jongens, ze zijn allemaal veel breder tegenwoordig en ze springen hoger. Alleen het niveauverschil is toch groter geworden. Ja. Gaat u nog geregeld kijken? Ja, nou met name in de play-offs. U speelt zelf ook nog op een heel laag niveau, toch? Ik speel zelf nog steeds bij EBBC, weliswaar bij Heren 5. Ja, zeer laag. Zeer redelijk niveau. Nee, dat stelt inderdaad geen moe voor. Nee. Maar, spelverdelen? Ja, ik word wel bodyguard genoemd vanwege mijn lichaamsomvang. Maar, ja, maar u zegt net, misschien om een tikje meneer Aankomen tegemoet te komen, dat hij wel beter was dan Rick Smits, maar in mijn herinnering was Aankomen een fenomeen in het basketbal destijds. Zoals Ron Zwerver dat in het volleybal was. Absoluut, absoluut. En de Blanchet. Op het beeld net was Mart Smeets ook heel enthousiast te horen. En ik kan me heel goed herinneren dat hij als de schoten van Kees Aakbom gingen vallen, dat hij dan altijd zo'n uitroep had van Aakbom. Ja, maar als hij op schot was, dan schoot hij inderdaad vanaf de grote weg de ballen erin. Dat was echt verschrikkelijk. Ja, ik kan me een bal van achter het bord herinneren. Dit zit ook in de relationele sfeer. Ik heb ook met Mart Smeets nog samen gebasketbald. Was hij nou zo goed? Nu kunnen we het een keer roepen. Even serieus. Was Mart goed en heeft hij in het Nederlands team gespeeld? Gooi het er nou gewoon uit, dan zijn wij er ook van. Volgens mij heeft Mart een keer in het Nederlands team gespeeld. Een keer. En ik heb met hem bij Levi's Flamingo's gespeeld. En als hij gezond was, dan kon hij wel basketballen. Maar hij was... Ja, Kees, is het zo dat jij vroeger dat scoren, dat je dat gewoon steeds oefende op straat? Een mandje ophangen en dan oefenen? Want dat zie je tegenwoordig weer terugkomen een beetje bij de basketbaljeugd. Deed jij dat? Ik ben wel naar pleintjes. Vroeger in Haarlem was een heel gezonde basketbal. Alleen maar mikken? Dat heb ik... ik ben niet gelovig, maar ik heb dat als talent meegekregen. Dus dat is van ergens anders. Dat heb je of je hebt je niet. Talent, sommige mensen hebben geen talent en die kunnen 25 uur per week trainen en die halen het niet. En de ander doet het 3 uurtjes en die haalt het wel. Dat heeft... Eén zo'n bezielde man is nog steeds bezield, hè, Stomboot. Het is toch doodzonde dat hij in België nu weer de scepter zwaait, kampioen gaat worden daar. Terwijl die man zoveel capaciteiten heeft, maar hij heeft een grote mond, vinden de bestuurders, hè? Oh, bestuurders, bespreekbaar. Nou, daar kunnen we beter niet over hebben. Nee. Ik bedoel, ik vind eigenlijk, en dat is heel triest sowieso in alle, dat zouden jullie ook moeten weten. In Amerika is het een beter voorbeeld. Daar heb je gewoon eigenlijk een directeur en die is baas van een sportbond. En een bestuur die moet die man in de gaten houden, doet die directeur. En die moeten verder niet besturen, want het zijn allemaal amateurs. Een voetbalbond of een basketbalbond, dat moet gewoon door een directeur geregeld worden. En die geeft je gewoon een dik salaris, 2-3 ton in Nederland, is dik. En dan moet hij godverdorie zijn zaken moet hij dan doen. En het bestuur, die moet ze in de gaten houden. Maar er zijn vaak directeuren, maar die zijn er niet goed genoeg, blijkbaar. Nee, nou goed, daarvoor heb je een bestuur nodig. Die kan hem dan ontslaan en een nieuwe directeur aan. Zou jij nog betrokken willen zijn bij het echt topbasketbal? Nou, is moeilijk. Ik bedoel, in Nederland is geen topbasketbal. Ik doe wat in de jeugd, maar op heel bescheiden schaal met mijn kinderen. En ik heb binnenkort 3 van mijn kinderen die basketballen. En ik heb een zoontje met talent. En, lang? 13 is hij, is 1,87 meter. Is lang. Hij schijnt 3 groeijaren vooruit te gaan, want zijn droom is om zeker zo lang als ik te worden.
Dus ik zag laatst een programma van Katrien Keil waar al een lange mens opgevoerd wordt. Er zaten dus twee jongens van 2,18 en eentje van 2,13. En die waren 21 en 17 en die begonnen eens aan basketbal te denken. Die hadden godverdorie al in een topsportklimaat al 15 jaar moeten basketballen. En dat lukt hier in Nederland, dat lukt nooit. Nee. Ik vond het ontzettend leuk dat u hem hier en het moment terug heeft gehaald. Want het was, het was weer terug in de jeugd. Bedankt, beide heren. Dank u wel. U ziet aan het verzoek.